Nou, dames en heren, eindelijk is het zover. Ik ga jullie introduceren aan mijn trainer. Nee, ik ga niet naar de sportschool nu, oftewel naar zijn gym toe om te trainen. Maar nu komt hij naar mijn salon toe. Maar alleen, ik zit de hele tijd op hem te wachten. En volgens mij moet hij hier ergens in de buurt zijn. Alleen, ik zit even te checken waar hij is. Als het goed is, komt hij... Ah, je ziet, hij komt al aanrijden. Ongelooflijk, wat een gast. Shit, kijk hier, daar heb je hem. Komt hij aanrijden. Wat een gast. Yo, what's up, what's up? Yes. Ik zei toch, hij is gek. Kijk maar aan, ik voel het, what's up? Heb je tijd? Heb je tijd? Yes, yes. Yes. It's a nigga thing. Ja. Wacht. 3, 2, 1. Deze man is helemaal gek. Ja toch? Je weet het zelf. Ami, hala. Schiet op, man. Time is money, man. Schiet op. Zeg toch, deze gast, jongen, hij is de gekste trainer die ik ken. Maar we gaan weer even knippen en jullie gaan straks beleven hoe deze man is. Hij is leuk, hij is gezellig. Maar hij is ook vooral gek, dames en heren. Echt super gek, dames en heren. Floyd heet hij. Floyd. Als je ooit bij hem wilt trainen, eerlijk is eerlijk, tijdens de training is hij wel echt serieus. Maar na zijn werk is het één clown. Heb je dat ooit meegemaakt? Gewoon een gekke Suriname die als clown te werk gaat, dat is hij. En nog steeds laat hij me wachten. En hij parkeert zijn auto daarop. En wat doet hij? Hij gaat alleen maar met vrouwen praten. Hier, kijk. Ongelooflijk, ja, hè? Ja toch? Hey, luister, kan je gewoon niet je auto parkeren en die chickies met rust laten? Kel, jij moet mij freshen. En dan kan ik mijn ding doen. Je weet zelf. Hani Hanna, kijk. Hier. Watch it. Ongelooflijk. Oké, kom snel. Deze man is snel knippen. Ik word helemaal zat met deze man. Maar hij weet, ik hou van hem, want hij is mijn trainer. Een van mijn trainers natuurlijk. Mijn kickbokstrainer. Je weet hoe het zelf. Hani Hanna, je weet het zelf. Ja toch, in de building. Dit is een before'tje. Floyd, even die before'tje show. Kijk eventjes. Before'tje. Hey. Ja toch. Hoe oud denken jullie dat Floyd is? Graag hieronder in de reacties. Degene die het raadt, krijgt 3 gratis trainingen van hem. Is dat een deal? No deal. Nee? No deal. You suck. Okay. Als jullie raden hoe oud mijn trainer is, mijn kickbox trainer, dan krijgen jullie... 1 gratis PT. Dus graag hieronder in de reacties, hoe oud denk je dat hij is? Waarom, vooral al jullie dames, waarom bellen ze jou begin januari altijd op? Omdat ze allemaal tonnetje rond zijn, heel simpel. En dat willen ze dus nu in 1 keer eraf, als het kan in 1 week. Dus net als alle sportschool die nu in 1 keer helemaal vol zijn met vrouwen, oké, ook natuurlijk mannen soms, die willen nu allemaal gewoon trainen, januari, een nieuwe voornemen. Die willen allemaal komen trainen en dan doen ze er 2 weken en dan zijn ze weer zoek. Oh jee, en dan wanneer bellen ze je weer? In de zomer. In de zomer, net voor de zomer, eventjes die bikini line even doen. Kijk, een man is weer helemaal fresh, dames en heren. Gooi die dans, laat ze even zien. Weet zelf. Laat ze even zien, jongen. Snap je, dames en heren, ook wel bekend als B.A. Burakus. Kijk hier, dames. Hij heeft zoveel ketting hier, hoor. Hij lijkt wel op B.A. van de Atheist. Kijk hier, hoor. Hey, boom, boom, dinga. Snap je? Weet zelf, huh? Ikes. B.A. Burakus. Untouchable. Je weet zelf. Niet komen. Later. Dames en heren, dit was Floyd Hasselbank. Dankjewel voor het komen voor die fresh nieuwe koek. Allemaal fresh. Oftewel de korte koek. De korte Hani koek doet je altijd? Goed. Yes, hier is de boom boom man. Boom boom dingen. Check die vlog van Hani. Elke zondag, elke woensdag. 4:30 nog. Ja, boom boom dingen. Hani Hanna. Ja toch, ik ben aan het wachten op de FOU en kijk wie is binnenkomt. FOURADI. Fouradi, dames en heren. Shout out naar mijn bro, je weet het zelf. Hey, weet je wat het grappige van alles is? Wat dan? Je broertje komt nu ook. Nee. Ja. Dus die Brian Fouradi van So Fly. Ja. So Fly. Maar ik kan alleen maar fly zijn als je bij Hani knipt, man. Dus ik moet wel even een Hani koop. En de Hani koop doet je altijd? Goed. Let's do it, man. Je mag je jas uitdoen, man. En deze jongen ken ik al. Deze jongen ken ik eigenlijk al. Toen vanaf mijn 16e eigenlijk, zelfs 15e eigenlijk. Vanaf je 16e, je moet die mensen vertellen. Hani kent mij, Hani heeft op mij geoefend, ja? Al die scheve overloopjes heeft Hani gewoon op mij geoefend. Ja, dus al die boys, al die gasten die nu gewoon met de verse koep lopen, weet je, is gewoon eigenlijk dankzij mij. Want Hani heeft zwaar, zwaar op mij geoefend in de schuur. Van de schuur dus, naar de top. Dus met andere woorden, hij was ook een van mijn proefkonijntjes. Hey, Brahim, Greg, Aaron. Dames en heren, dit is een before'tje voor jullie.
Ja, toch? Yep, en ik heb hem weer gefrest, dames en heren. Mo voor Hani natuurlijk, mijn goede broer. En hoe, man? Bang, bang. Wacht, laat me draaien voor zo. Draai. Oeh. Bij Hani in de stoel geeft je altijd een fijn gevoel. Nigga, check, man. Die lijn heb je heel gefixt. Ga niet voor je liegen, man. Top. Oeh, snap je, dames en heren. De Hani-koep doet je altijd goed. Laat eens even zien, wat een shitje heb je aan. Wat een shitje. Paris, Paris. Snap je? Hani. Ik weet niet hoe je dit gaat fixen. Even. Je hebt getraind zeker? Nee, man. Ach, kom maar. F-O-U. So fly. Yes, zoals jullie zien, dit is een after, dames en heren. Niemand meer dan Brahim Fouradi. Kijk deze. Snap je. Ben je tevreden weer? Ik weet het niet, man. Oh jee. En wat zeggen we altijd? De Hani-koep doet je altijd. Goed. Hé, hey Brahim, even nog een vraagje. Hoe lang kennen we elkaar al? Te lang. Ja, dat is te lang. Maar wanneer was het voor het eerst dat ik je knipte? In de scheur. Dat is al 11 jaar geleden. Toen deze man nog niet eens een hit had. Maar toen hij nog wel verkracht was. Ik was vroeger zijn manager, hè, trouwens, als jullie het weten. Van Brahim en van Mo. Dames en heren, ja, de broeders zijn hero. Hey, kijk eens hoe laat het is, kijk hoe laat ik hier was, Hani. Hoe kom je in die Parijs, zutje? Van Greg toch? Alles van Greg. Broekje ook. Alles Parijs, alles Parijs, alles Parijs, alles Parijs. 23. Alles Parijs, alles Parijs. Alles Parijs. Hey, Mo. Thanks, was gezellig. Vond het gruwelijk. Yo, luister dan. Hani's vlog, vlog, hoe je dat ook noemt. Het wordt de shit. Hij heeft de camera gekocht voor 740 euro. Dus beter wordt het de shit, anders gaat hij failliet. Yo, dit is Brahim Fouradi. Ik kijk naar de vlog van Hani Hanna. Oftewel, Hannibal de Bellaby. Ik zie veel blokjes, man. Blokjes? Het is gewoon één grote blok. Dames en heren, Mimoen, ook wel bekend als een geweldige acteur. Nee, zoals jullie Mimoen, weten. Gewoon Mimoen. Oké, okay, Mimoen. Je Shush. Komt hier naar Hani Hanna voor kwaliteit. Maar ja, we krijgen tenminste nooit spijt. Ai, ai, Mokro, hoe is het, jongen? Is het, wat voor water is het? Gewoon blauw of even? Gewoon halal, het is gewoon halal. Wacht, kost dit extra? Kost dit extra? Ik heb geen warm water. Die hadden bezuinigen. Tuurlijk, vriend. Ik heb hier zit. Jij toch? Dankjewel. Als ik dit wist, was ik niet gekomen, Hani. Ongelooflijk, man. Hij wil echt alles. Kijk, ook een beetje iets aan die... Nee, lang. Ja, dames en heren, het is Mimoen Ouleradi hier. Kijk, dit is een bivoortje, zoals we altijd zeggen natuurlijk. Een bivoortje. En we gaan voor een Hani-koep, want de Hani-koep doet je altijd... Goed. Ik zou eigenlijk naar een andere kapper gaan, die wel echt goed kan knippen. Maar die was druk. Toen belde ik jou, ja, jij had gewoon tijd, dus ik dacht, ik kom... Nee, wat ga je doen? Ik laat dat even... Hey bro, luister. Jij met je ideeën, al die shit, zet dat uit je hoofd. Maar ik wil geen kapsel van jongetjes van 18, hè? Nee, nee, laat het met mij over. Hier. Geef in Hani-koep 396115. Snap je? 39611. 39615, snap je wel? Mag ik een mooie overloop doen? Zeg maar mooi voor niets naar iets, wat ik heb een beetje. Dat is mooi, toch? Snap je? Oké, okay, cool. Wie heeft je verteld dat dat mooi is? Nee, dat is wel mooi, ja. Oké, okay, is cool. Nee, weet je, Hani? Het liefst wil ik geblondeerd. Ja. En dan zo'n paarse vleugje er doorheen. Ja? Je houdt wel van die dingen, hè? Ik hou van kinky. Ik heb je lang niet gezien. Ja, daarom ging het ook zo goed met me de laatste tijd. Serieus? Nu niet meer? Ja, weet ik niet. Wat vind je ervan dat ik ben begonnen met vloggen? Voor al deze prachtige kijkers. Eerlijk? Ja. Ik vind het wel. Eigenlijk deed je het al. Maar ja. Dan met hele kleine, korte filmpjes. En nu ga je het professioneler aanpakken. Dus ik ben, ik vind het wel cool. Ik ben een beetje trots op je. Hoe word je abonnee? Gewoon, ik ga naar mijn YouTube-account. Hani Hanna, abonneren. That's it, man. Weet je wat voor jou? Word ik nu abonnee. Weet je het moet of film ik jou? Nee, ik weet het niet. Ik ben nog bij niemand abonnee. Kijk, ja, simpel. Dik. Hani Hanna. Abonneren. Hola, klaar. Nu ben je Matties. Is dat makkelijk te verwijderen? Ja, zeker. Wat verwacht je van 2016, Hani? Wat ik verwacht? 2016 wordt een prachtig jaar. En waarom? Is omdat ik eindelijk mijn succes kan delen met al mijn volgers. Die mensen kunnen kijken hoe het echt aan toe gaat. Wat ik aan het doen ben, bij wie ik ben. Dat ze ook mee kunnen kijken, zeg maar, bij de artiesten.
achter de schermen, zeg maar. Dus van sterrenkapper naar sterrenpakker. Snap je. Heb je al een vriendin? Nog, vrijgezel. Bewust? Nee, nog geen goede meid om te doen, toch? Geen goede, wat is de definitie van goede meid? En in een relatie moet je niet alleen van elkaar kunnen houden, elkaar leuk vinden, maar je moet ook beste matties zijn. Heb je ook geen perfectie gevonden? Nee, maar kijk, ik ben een normale jongen. Ik heb een normale vrouw gevonden en samen worden we iets speciaals. Alleen ben ik niks, misschien is zij alleen niks, maar samen zijn we wel iets. Dat moet jij ook proberen te zoeken. Mooi gesproken, dames en heren. Ik meen het serieus. Ja, ik weet het. Daarom zeggen ze ook, never wait for a perfect moment. Just wait for a moment and make it perfect. De relatie moet gelijk klikken, vriend. Als niet bullshit, man. Bullshit. Degene die dat heeft verteld, heeft geen relatie. Je kan naar elkaar toe groeien. Hey Lotfi, met Mimoen, jongen, hoe is het? Heb je nog tijd over een half uur? Want Hanni neemt twee klanten tegelijk aan, man. Jij bent tenminste wel serieus. Bij mij thuis? Ja, is goed. Nee, hij is even naar buiten, naar de auto gelopen. Ik noem je naam, ja? Oké, ik ga niet zeggen dat ik naar jou toe kom. Ik ga gewoon doen alsof ik opeens weg moest, ja? Oké. Is goed. Ja, je hoeft mijn haar niet te wassen, heeft hij al gedaan. Dat scheelt. Yes? Oké. Hoi, hoi. Yo, fuck, wat is gebeurd? Relax, G, relax, man, relax. Daar hebben we twee kanten gelijk, je weet hoe we doen, toch? Kom op. Ja, Lotfi. Relax, kom zo bij, relax, G, relax. Het is een beetje, ik mocht niet weg van Hanni. Ja. Natuurlijk ben jij een betere kapper, dat weet hij toch zelf ook? Oké, is goed. Ik spreek je. Ik knip gewoon volgende keer bij jou, ja? Dat is lullig voor Hanni. Hij heeft al mijn haar gewassen, je weet zelf. Yes? Ja, doe de groeten. Hij is nu Ronaldo aan het knippen. Ja? Ja. Oké, is goed, man. Later. Wat grappig eigenlijk, dat ik gewoon van iets lelijks iets moois kan maken. Ik vind het juist toen het nog niet geknipt was mooier. Ja? Hoe dan? Hoe komt dat dan? Weet ik veel. Je hebt de zijkant een beetje te veel weggehaald. Kijk, hier is mooi. Hier goed aan, zie je dat? Dat was een lijn, maar ik heb hem weer aangesloten. Ik moet eerlijk zeggen, als ik een vrouw was, jongen, had ik het geweten, man. Maar je hebt vrouwelijke hormonen, dus je mag het alsnog weten. Nee, dankjewel. Ik ben tevreden, Hanni. Sowieso, even checken. Wat is dat? Alcohol. Altijd ontsmetten. Als je iemand knipt, altijd ontsmetten. Dat is heel belangrijk. Vooral... Broer, je weet, ik ben moslim. Ik mag geen alcohol, toch? Bro, je drinkt zoveel. Ga je niet zeggen dat je niet drinkt? Kijk hoe strak, broertje. Wauw, ongelooflijk. Die contour is strak. Je weet zelf. Volgens mij moet ik morgen terugkomen om het af te maken. Dit is een eftertje. Kijk hier al, een eftertje. Ik hoop dat hij blij is met zijn kapsel. Ben je blij? Ja, ik heb blijere momenten gekend in mijn leven, maar dit is weer een nieuwe mijlpaal. En wat zeggen we? De Hanikoep doet je altijd... goed. Dames en heren, dit was Mimoen Oletradi. Bedankt voor het kijken en ik zie je bij de volgende aflevering. Thank you. Mij in ieder geval niet. Mij in ieder geval niet. Oh jee. Nee, misschien ga ik ook vloggen, dan maak ik jou helemaal kapot. Helemaal kapot. Ga jij mij kapot maken? Jij komt hier? Hanni, jij komt hier, je praat zo tegen mij? Wauw! Ik maak jou helemaal kapot. Ik ga ervoor zorgen dat Messi bij jou gaat knippen. Welke Messi? Mijn neef. Kijk. Vertel ze wie kijk Messi hoe dichtbij is. Messi, kijk hoe dichtbij ik bij Messi was. Check. Vertel ze wie Messi is dan. Check. Had je hem toen nog gesproken daar of niet?
Nee, ik had het druk die dag. Nee, ik had het echt druk die dag. Ik moest mijn bed nog opmaken. Hanna gaat Messi knippen. Daar zorg ik voor. En hoe gaan we dat regelen? Weet ik nog niet. En mogen we het gaan vloggen? Zeker. Yes, dames en heren. Voor alle grote namen, voor alle grote voetballers, gaat er iemand nieuws komen. Niemand minder dan Lionel Messi. En als Messi niet lukt, mag mijn neef ook? We noemen hem Messi. Ja, geen probleem. Nu gaan we voor het echte werk, toch? Safi, we gaan voor het echte. Zie je echt een mokro, hè? Altijd bla 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 bla. Niks bla 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 bla. Binnen nu en een maand ben ik met Messi en dan ga ik hem over je vertellen. Dat is het! Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Hoop dat jullie hebben genoten. En ik zou zeggen, check de volgende item ook, want het wordt alleen maar leuk. Elke vlog wordt leuke gezelligheid. Oh joh, dat krijgt geen tijd. Dames en heren, ook wil ik deze man bedanken. Mimo, dankjewel. En ik wil ook bedanken, een dikke box geven. Ook bedanken dat je niemand minder dan Lionel Messi voor mij gaat regelen. Lionel Messi gaat hij voor mij regelen die op de stoel komt bij Hani Hanna. Oftewel, ik bij hem in Barcelona. Maakt niet uit. Hij krijgt een Hani, kom vroeg of laat. En natuurlijk ook mijn grote vriend Ronaldo. Alles gaat gebeuren. En ik zeg je één ding, dromen komen uit. Mimoen, super. Dankjewel man. Ik waardeer het echt. En ik hoop je de volgende keer weer te zien. Dames en heren. Hani. Ja. Ik ben mijn pasjes thuis vergeten. Deze man, elke keer. Ben je weer je pasjes vergeten? Wat bedoel je elke keer? Dit is de zesde keer. Maar dat is toch niet elke keer? Dit is de zesde keer. Maar oké. Okay. En nu? Bedenk jij maar wat. Ik heb een idee. Yo, hier de bezem. Vegen tempo. Kan ik niet gewoon morgen betalen? Nee, vegen tempo. Ja, ik ben echt klaar met werken en alles zoals ik het net al verteld. Maar hij zei tegen mij, Hani, shit, ik ben wat vergeten je te geven. Ik heb het in de auto, ik ga het even pakken. En ik denk, weet je wat, ik deel dit gewoon met jullie. Dus ja, moet ik zeggen. Hey Hani, 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 Hani. Ik heb iemand iets voor je laten maken. En zeg even eerlijk Hani, niet als twee druppels, draai me om. Nee, Tom is maar... Jawel, jullie lekker net broers. Dat ben jij. Mensen, is dit Hani? Like als je ook vindt dat het Hani is. Blauw duimpje als je het leuk vindt. En geen duimpje als je het niet leuk vindt, dames en heren. Dankjewel. We hebben Arabisch tijd om het lekkers te eten. What's up, what's up? Hani is in de building, jongens. Ik heb mooie tafels voor jou links daar. Hey. Weet je dit? Deze man komt net bij mij knippen. Okay. Ja? En die zegt tegen mij zo van, Hani, ik heb geen geld. Okay. Ik heb geen geld. Oh, ik heb geen geld? En kijk hem nu hier op. Hoe ga je dit zo doen? Heb je geld daar? Zoek het even uit, Mr. 2. Oh, maar hij moet je ook betalen zo. Hoe ga je dit regelen? Bij anders zo meteen als ik heb geld heb. Ik heb een zieke vandaag. In de keuken. Ik kom mijn mannetje tekort. Hé, hey, luister. Ik liet hem ook tegen, maar dit vind ik geen respect. Even zin. Dus dit kan toch niet? Even zin. Hey, kijk hoe dit besteld. Gewoon luxe. En nu? Wordt afwassen, denk ik. Hoe moet die doen? Afwassen, denk ik. Hey, schiet op, man. Ben je niet zo langzaam? Je hebt geen geld bij en dan ga je alsnog langzaam doen. Kom lekker, op, man. Hier. Doe het, joh. Waar moet dit? Hier. Dit nog erbij, ja? En dat gebeurt er als je gewoon niet met geld naar een restaurant gaat of naar een kapsel. Schiet een beetje op, man. We hebben ook geen bestek meer. Dus als je je voorrang kan geven aan bestek, alsjeblieft. Hé, hey, nu praat je niet meer, hè? Nu ben je niet meer zo stoer, hè? Lekker 5 minuten, bestellen. Ja, kom ik terug. Lekker bestellen, stoer doen. Nu hoor ik je niet meer, hè? Hè? De laatste keer dat ik met jou afspreek. Dames en heren, nu gaan we het echt goed afsluiten. Deze man... Ja, ik kan niet geloven, hij heeft mij opgelicht, hij heeft mijn neef opgelicht. Maakt niet uit, maar één ding is zeker, de afwas is gedaan. Tempo. Dat heb ik allemaal al gedaan, hè? Dit is allemaal al af, hè? Kijk eens met wie ik ben, ja, ik ben met Vinnie. Baas boven baas. Dames en heren. Ja. Wow, mag ik even uitpraten of... Wajo! Dikke touwen! Kijk eens wie we hier hebben. Nino. You stoop met die honeycoop. Yo, dat is die shit. Dat is die shit.